De grote tekententoonstelling, dat is het motto van de Kinderboekenweek die over 2 dagen begint. In Middelburg laten illustratoren hun beeld van de stad zien. Als ik aan Middelburg denk, dan denk ik eigenlijk meteen aan de mooie huisjes. En dat wou ik graag eigenlijk tekenen. En ik vind het zelf leuk als ik iets illustreer om een beetje een eigen wereld te creëren en veel karakters te gebruiken. Alle iconen van Middelburg heb ik in dit beeld verwerkt. De Lange Jan, de Oostkerk, een klein stukje stadhuis en het ringrijden. Alles samen, mijn nostalgisch Middelburg. En ik ben zelf een hele grote liefhebber van superhelden. Dus heb ik Captain Middelburg bedacht. Die eigenlijk een soort superheld, een ridder uit het verleden, waakt over Middelburg al 800 jaar sinds dat Middelburg stadsrechten heeft. 8 posters van 8 zeeuwen met hun kijk op Middelburg. De posters zijn gemaakt omdat dit jaar de illustratoren centraal staan in de Kinderboekenweek. De tekenopdracht over Middelburg kwam van het Centrum voor Beeldende Kunst, het CBK, in Middelburg. Zeker ook omdat het thema dit jaar de illustratoren is, dus de afbeeldingen bij de kinderboeken. En we hebben in Zeeland hele goede illustratoren. Kijk maar hier om je heen. Het is een heel belangrijk aspect van een kinderboek, want daar ontstaat zeg maar de eerste fantasie. En we willen dat ook extra uitlichten, dat het echt een vak is. Het is zo goed en gedegen gedaan. Het is niet zomaar een tekeningetje, nee, het is echt een vak apart. Voor de illustratoren is het belangrijk dat zij een keer centraal staan in een boekenweek in plaats van de schrijver. Plaatjes zijn heel belangrijk voor kinderen, dus daar kom je niet onderuit. Dus zeker niet in kinderboeken, dus het is heel gewoon dat daar eens naar gekeken wordt. Ja, maar hoe is de positie van illustratoren in de boekenwereld? Nou ja, de kinderboekenwereld is natuurlijk fantastisch. Er zijn schitterende boeken tegenwoordig en de drukkunst is beter geworden. Dus wat dat betreft staat het er wel goed voor. Nu heb je natuurlijk nog wel van die mensen die zeggen ik heb geen plaatjes nodig. Maar dat zijn mensen die dus dikke saaie boeken lezen, denk ik. En voor wie dus niet geïnteresseerd is in dikke saaie boeken. Voorbeeldig Verbeeld is nog tot en met 12 november te zien in het Centrum voor Beeldende Kunst in Middelburg. En dan kijken we kort eventjes naar het weer. Het begon als een grijs.